Rehabilitatie is heel belangrijk, ja. Ook nu, ook vandaag weer, is hij weggezet op een manier die geen recht doet aan wat er werkelijk gebeurd is. Er zijn veel meer kanten aan deze zaak. Huisarts Nico Tromp gaf destijds zonder overleg een wettelijk te hoge dosis morfine aan een terminale patiënt. Die kort daarna overleed. De familie van de patiënt was blij dat Tromp hen hielp. Vandaag oordeelde de rechter dat Tromp destijds terecht werd geschorst omdat hij niet volgens het protocol handelde... Op eigen houtje besloot hij de patiënt uit zijn lijden te verlossen. Dus als je een, een, zo'n hoge dosis morfine en dormicum toedient, moet je dat vooraf bespreken. Moet je uh, uh, ook kijken, ja, wat wil je ermee? Het was genoeg om euthanasie te plegen. Die patiënt wilde geen euthanasie. Wat misschien het meest stuitend is, is dat uh, er eigenlijk vanaf het begin is uitgegaan van het uh, zogenaamde malafine model. De huisarts is direct weggezet als... Uh, als misdadiger, als crimineel. En daarna zijn alle instanties die betrokken zijn daar overheen gerold. En uh, met uiteindelijk deze uitkomst: dat ik mijn man verloren heb. Terwijl, als er gekeken was uitgegaan was van het bona fide-model dan had men in gesprek kunnen gaan met de. De inspectie heeft geoordeeld dat er onzorgvuldig gehandeld is op verschillende fronten. En of hij als een crimineel is neergezet, dat idee heb ik uit, als ik de uitspraak hoor echt niet. Hoe kon huisarts Tromp een gevaar vormen voor andere patiënten terwijl hij zijn werk had overgedragen aan andere artsen? Dat vraagt zijn weduwe zich af. Volgens haar was er helemaal geen kans dat hij weer snel aan het werk zou gaan. Maar mijn man was niet zomaar ziek. Hij had geen griepje of een gebroken enkel. Hij was uh, suicidaal en was opgenomen in een gesloten inrichting. Kort na zijn schorsing pleegde huisarts Tromp zelfmoord. Zijn weduwe blijft strijden voor eerherstel, samen met een aantal dorpsgenoten en andere betrokkenen. Of ze ook in hoger beroep gaat, dat is nog niet bekend.